Had mijn moeder biefstukjes, gaf ze mee en hakpotjes. Precies hetzelfde kreeg ik mee. Krankzinnig. Ja. Waar moet jij naartoe straks? Een literatuurfestival in Den Bosch. Oh. En, in Den Bosch? In Den Bosch, ja. Of all places? Of all places, ja. Ah. Is wel bijzonder om weer terug te gaan voor jou dan? Ik wilde vanaf mijn zesde, wilde ik maar één ding, is weg uit die stad. Ah, ja, dat had ik met Maastricht eigenlijk ook wel. Alleen dat station, het is... Voor mij is die stad met zoveel verdriet. Ja, ja, ja. Het is, ik kan het niet losmaken, wat natuurlijk een zwakte is. Theo van Gogh is geslaagd voor het examen van beschermengel. Zijn leermeester spreekt hem toe. Je bent nu competent, Theo. Ik heb je geobserveerd en daarover meteen gerapporteerd. Je bent nu op en top een engel. En daarom... Hij toonde iets wat hij de hele tijd achter zijn rug verborgen had gehouden. Hij toonde Theo vleugels. Schitterende witte vleugels van het witste wit dat Theo ooit had gezien. Transparant als glas, licht als lucht, teder als het zachtste fluweel. En ze hechten zich aan zijn schouderbladen, die hij niet had, maar hoe kon hij het anders omschrijven? En hij kon ze laten bewegen alsof ze er sinds zijn geboorte waren geweest. En hij verhief zich en hij voelde zich vrij en bevrijd, zoals hij zich nooit eerder had gevoeld. Op zijn engelenvleugels verliet Theo de kazerne. Gewoon dwars door het dak leek het. En hij liet zich door de wolken opnemen en hij zweefde daar bovenuit. En brak door het blauw van de dampkring. En hij zag die liefelijke, kwetsbare globe. Die hij met zijn vleugels kon omvatten en koesteren. En hij voelde de diepste liefde die hem ooit te beurt was gevallen. Nee, hij viel ermee samen. Dit is het verhaal van jouw ouders, zoals ze hier in Den Bosch waren ondergedoken. Wow. Ja, jij hebt het altijd geweten allemaal, ook dat jouw ouders verhalen vertelden. Ja, maar ik heb het nooit opgeschreven gezien en ik heb het zelf ook nooit opgeschreven. Nee. Ofschoon mijn vrouw mij een paar weken geleden vertelde. Ja. Wanneer schrijf je nou eens eindelijk dat grote boek over, over Den Bosch en je jeugd en je ouders? Ja, ja. Dus dit zou nog wel eens heel erg belangrijk voor mij kunnen zijn. Ik hoop het. Ik heb geen idee wat verveling is. Ik verveel me nooit. Want als ik niet schrijf... Ja, dan is er zoveel wat. Ik ben zo'n onnozele hals die elke ochtend wakker wordt en ervan overtuigd is dat ik vandaag weer iets meemaak dat ik waarvan ik gisteren geen idee had. En elke dag kom ik weer iets te weten wat ik de dag daarvoor niet wist. Dus ik ben elke ochtend nieuwsgierig. Ik ben elke dag nieuwsgierig. En dat gebeurt ook. Ik zoek het ook op. Ik voel me elke dag weer een heel klein beetje minder onwetend. Ik heb wel wat verhalen van die periode bij mevrouw Schelkens thuis. Oh ja? Mijn moeder en mijn vader, en die zagen er niet uit als Friezen. Nee, nee. Die zagen er behoorlijk mediterraan uit, om het voorzichtig te zeggen. Die moesten dus op partijtjes van mevrouw Schelkens... Juist. Waren zij het bedienend personeel. Ja, en mijn moeder zei, er waren er al bij, met grote haken, kruisbanden. Oh, waren ook SS'ers bij. Oh ja, toch. En ze zei, en iedere keer dacht ik dat ze het wisten. Snap ik. Dus je hebt wel enerzijds, vertelde ze, de spanning, de doodsangst. Ja, ja, ja. En tegelijkertijd ben je dankbaar. Jouw vader is verhoord door de Bosse Recherche na de oorlog. En één incident kon hij zich goed herinneren. Toen stond zij, die vrouw, met die Duitsers te praten over die rotjoden. En toen zei een van die officieren, den Juden zien ook mensen. Ja. Nou, dat is fantastisch. Dat is een zin die ik vaak heb gehoord. Heb je gehoord, ja. Dit moment heeft mijn moeder mij zo verteld. Ja. Ik wil iets toevoegen. Als er heel veel stemmen zijn en ik zeg, hé, maar er is ook nog een andere opvatting mogelijk. Een andere interpretatie, een andere benadering. Dan zoek ik dat op. En dan zit ik gewoon 1, 2, 3 dagen te googlen. En dan wil ik alles van een bepaald onderwerp weten. En als ik ervan overtuigd ben, hé, dit is inderdaad een visie op een gebeurtenis of een conflict of een persoon die niet aan bod is gekomen, dan geef ik die visie. Een Brabants visje. Ja, en dat lijkt dan wel alsof ik iemand ben die het conflict opzoekt. Maar ik zoek het conflict helemaal niet op. Ik ben een, denk ik, maak ik mezelf wijs, een verschrikkelijk zachtaardig lief mens. En ik ben, ik doe niemand kwaad. En ik laat de hond op tijd uit en ik streel de kat. Dus er zit geen kwaad in mij. Nou, ik zie hier dus voor het eerst een foto van mevrouw Schelkens met die... Huh? Met NSB, met SS'ers. Ja, maar... Dus ze was stiekem goed? Nou ja, dat is de vraag, want ze vernederde mijn ouders ook. Ze gaf ze soms ook niet te eten. Ze liet ze niet vermoorden. Waarom deed ze het? Was ze goed? Mijn moeder zei altijd, ze dekte zich in. Ze wist niet welke kant de geschiedenis uit zou gaan. Ze dacht, nou, dan heb ik ook twee Joden en zit ik altijd goed. Schrijven,
scherpt ook je denken. Je dwingt jezelf precies te zijn. En iedere keer een punt te kunnen zetten. En opnieuw iedere keer weer ook met een hoofdletter te beginnen. Het is een enorm disciplineringsproces. En daardoor ook het meest intense avontuur dat ik ken. Schrijven. Ik kan me niet voorstellen dat ik dat niet doe. Tot het bittere einde. Wil je koffie? Lekker. En hoe was jouw avondjes? Mijn avond was afgrijzelijk. Dus, nee. Ik hoop dat jouw avond leuker was. Ik liep uit het station. Huh? Toen hoorde ik opeens... Leon! Huh? Was Max. Mijn Max? Liefste broer Max. Nee. Dus daardoor was het meteen geslaagd. Want ik zo erg om daar die stad in te lopen. Waarom is dat toch zo erg? Het is treurig. Waarom? Omdat het zo is. Het is wat het is. Oh. Ja.